Dit heb ik echt heel erg lang al niet meer gedaan. Een beetje schommelen hier in het wal. Wow. Oké, misschien is het dan niet zo handig om deze twee dingen, vloggen en schommelen, tegelijk te doen. Want ik keep er bijna achterover. Maar goed, ik ben hier even lekker in een parkje samen met Bumper. Bumper, kom eens kijken. Kom eens gedag zeggen tegen de kijkers. Bumper. Hij komt niet hoor. Maar let op. Doei Bumper, doei. Hey. Ja, dan komt hij meteen hoor. Dan heeft hij zoiets van, nee, ik wil niet alleen. Ik heb afgelopen nacht echt heerlijk geslapen. Hopelijk jullie ook allemaal. En laten we er een leuke dag van maken. Net zoals gisteren doe ik mijn Pokémon Go app aan. En ik zit in één keer te kijken. Oh, gewoon een zeldzame. Dus ik heb die voetstapjes aangezet. En ik sta hier en de Pokémon is daar. Dus we moeten sowieso naar deze plek toe. Let's go. Bumper, ga je mee? Ja, Bumper gaat mee Pokémon vangen. Als het goed is, moet hij hier bij de ingang staan. Ja, 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 dat is hem. Yes, we hebben hem bijna. Even een snoepje geven, vinden ze altijd leuk. Even de ultrabal kiezen. Gaan we met één hand. Oh, een great ball. Oh, ik wou net gaan juichen. Yes, Bumper. Waar? Oh, daar ben je. Yes, we hebben hem gevangen, Bumper. Yes. Hopsakee. Een nieuwe Pokémon toegevoegd aan de collectie. Gwarxire. Nog nooit van gehoord. Ik ben dus niet echt een hele fanatieke Pokémon-jager. Gewoon puur als ik Bumper dus uit ga laten, dan zet ik de app even aan. En ik ben heel erg benieuwd of er verandering in gaat komen als de zomer begint. Als het mooi weer wordt. Ik ben heel erg benieuwd of de hype dan weer terugkomt van Pokémon Go. En dat iedereen weer op jacht gaat. Je ziet heel goed bij Bumper dat hij last heeft van je oogjes. Kom eens Bumper, even oogjes kijken. Zie je dat hier zo? Even oogjes kijken, hè, Bump? Oh, je bent een beetje zielig, ja. Morgen is de dierenarts open. Dus morgen gaan we meteen naar de dierenarts, gaan we even wat spul halen voor je ogen. En nu moeten we dit gele, ja, een beetje pusachtig, moeten we nu even elke keer een beetje weghalen met wat keukenrol. Keukenpapier. Wat heb jij? Let eens zien. Wat heb jij? Oh, is het een briefje van Day? Kom eten. Oh, wat goed. Ga maar zitten, Bumper. Zit. Wow, dat was wel een hele late reactie, Bumper. Oké, blijf. Dan schrijf ik ook even een briefje terug voor Day. Breng deze maar weer terug. Vast. Doe maar, Bumper. Vast. En ga maar naar Daytje. Naar Daytje. Handig, zo'n postbode in huis. Wat zei je nou, dat is een grote postduif? Ja. Ja, Bumper is inderdaad een beetje een grote postduif. Zo, ik kom er nog net langs. Even kijken wat Deetje aan het maken is. Oh, schatje. Wentelteetjes. Zeg je nou ineens schatje, omdat je dan denkt van, oh, ik krijg lekker eten? Nee, maar ik kreeg sowieso al, toch? Nee, nu niet meer. Wow. Beetje boter erbij. Ja, maar deze pan is niet zo goed meer. Oh. De anti-aanmaklaag is een beetje naar de kloten. Dat is altijd smoes van een slechte kop. Nee, dat pan werkt niet ik goed. Ik ben geen slechte kop, dus ik heb ook geen smoesjes nodig. Oh. Bitch. Normaal gesproken jongleer ik met ballen. Maar vandaag gaan we dat doen met twee worsten en een hete peper. Of een telefoon, dat kan ook. Yo, man, wat top. Bijna. Ik denk serieus dat dit gaat lukken. Oh! Denk je dat het gaat lukken? Het kan, als je het beter doet. Nu bak je er niet veel van. Nee, er komt een D aan het bakken. Oh. Ik had het helemaal even! Het lukte helemaal even! Oh my god! Oh my god, ik vind het goed genoeg. Vinden jullie het goed? Oké. Ja! Bumper, ja! Oké, omdat jij zo'n goede supporter was, krijg jij van mij een stukje worst. Alsjeblieft. Wow! Zag je die reflex? Dat is echt super goed. Zo, alsjeblieft. Dan doen we er nog als finishing touch even wat suiker overheen.
En dan hebben wij een heerlijke maaltijd. Met mes en vork heel netjes eten. Eet smakelijk. Wat is er? Je gaat iets stoms doen. Ik ga iets stoms doen. Ik zeg eet smakelijk. Mensen zeggen gewoon eet smakelijk terug. Ik doe niet altijd gek. Ik kan het ook wel normaal doen. Nou. Wat voor happen neem jij, man? Ja, gewoon een half broodje. Ja, half boterham. En zo, mensen, krijg je suikerziekte. Echt niet. Nou, dit is verschrikkelijk. Dit is niet normaal. Hoe doe jij dat op, joh? Als ik dat lekker vind, mag ik dat gewoon doen. Ben je wel een beetje koekoek? Ja. Daar schaam ik me niet voor. Ben je een beetje koekoek, Bump? Ik ga op avontuur en ik neem mee Bumper, Reno, D en 2 bolletjes filet. Oh, rap god Enzo. Hey, blijf hier. Daar zijn we weer. De goddelijke uitlaatplaats van Bumper. En eigenlijk denk ik bijna iedere hond. Dat je hier gewoon lekker vrij uit kan chillen. En Bumper die weet het alweer hoor. Ja, jij weet hoe laat het is hè, Bump. Ja. Nou, dan mag jij als eerste uitstappen. Doe maar, jongen. Kijk, daar gaat hij. Wie is dat, Bumper? Wat een mooie hond is dat. Die is wel één stukje groter dan jou, hè? Vind je hem lief, Bumper? Vind je hem lief, Bumper? Nou, ik spannend, hè, Bumper? Maar het staartje is genoeg. De enige echte knolpauwbal. Deze gaat mij geluk geven. Hij is nu nog mooi wit, trouwens. Komt hij, ja, even een mooi plekje. Oké, een dikke punter, want ik heb niet echt de meest comfortabele voetbalschoenen. Oh! Hij was wel in de buurt. Op de lat, hè? Met de zwarte knolpauwbal. Misschien brengt hij meer geluk. Ja, smokkelt even wat meters naar voren. Nou, wel een doelpunt. Hey. Dat deed ik altijd bij voetbal, als iemand zijn veter aan het strikken was. Dit is zo vervelend. Ja. Oké, het is de bedoeling dat Reno hem daarvoor geeft en dat jij hem op geweldige wijze het doel inschiet. Nee, op de lat toch? Op de lat? Ja. Ja, oké. Okay. Maakt het nog moeilijker voor jezelf. Ja. Oh. Dat was niet de lat, schat. Hij was wel op geweldige wijze, toch? Hij was wel op geweldige wijze. Op je eigen kont. Hard, maar niet op de lat. Oh. Why? Hey, Bumper! Nope. Waar lig ik dan? Je kan het niet, schat. Je bent het verleerd. Latje trappen is niet meer voor jou weggelegd. Het is het klein doel. Oh, daar ligt het aan. Altijd iemand anders de schuld geven dan jezelf. Alright, oh baby, just hold tight. We're up the moonlight. Believe in the magic. On sight, we'll make it feel just right. Just look at that bright light. Believe in the magic. And we can save you from your past. Is always gonna last when nothing else makes sense, just dance. What you gonna do? Fuck him! Fuck him, Bimp! Ik probeer hem bij te houden, maar die drone gaat 60 km per uur. Ik denk niet dat Bumper dat kan rennen. Oh.
Natuurlijk passen we hiermee op, want als Bumper wel echt een drone pakt, dan zijn we natuurlijk de lul. Want dan heeft hij zijn hele mond open zitten. Dus ik ga expres niet te laag met de drone. En als we die drone weer gaan landen, dan laten we Bumper even rustig ergens afliggen, zodat hij er ook niet naartoe gaat. Dan gaat Enzo ook even een mooie boom uitkiezen, net als wat Bumper altijd doet. Even lekker een keertje buiten plassen. Op zijn tijd is dat ook wel een keertje lekker. Dit is mijn boom. Hier kan ik hem nog aanraken, daaronder wil ik hem niet aanraken. Want daar hebben waarschijnlijk al 100.000 honden geplast. Je bent een beetje moe, hè, Bumper? Ja, dat snap ik wel als je die drone te pakken wil krijgen. Dan gaat je natuurlijk nooit lukken. Het was wel echt eventjes leuk. Even lekker frisse lucht, eventjes buiten geweest. Het is best wel koud, de wind waait gewoon heel erg hard. Daarom kan ik nog niet zo heel erg fijn vliegen met de drone. Maar in de zomer, op vakanties, dat lijkt me zo vet. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik had al een beetje hoofdpijn, maar na die koppel die ik zo net heb geraakt, heb ik echt verschrikkelijk veel koppijn. Dus ik heb hier twee aspirintjes. Die ga ik maar eventjes naar binnen werken. En hopelijk... Oh, mijn camera! Ja, ik gebruik mijn knie als statief. Dat is misschien niet het meest handige wat er is. Zo. Laten we hopen dat het even wat beter gaat straks. 1 hour later. Nou, dit is een beetje mijn plekje geworden hier in het hoekje van de bank. Ik heb wel echt even heerlijk geslapen, maar ik had het zo verschrikkelijk warm. Ik merk wel dat de paracetamol is begonnen met het werken ervan. Alleen, het gaat nog niet helemaal super. Ik probeer wel wat te eten. Dus we hebben een paar spareribs. Tenminste, ik heb een paar spareribs gegeten. Dat was wel heel erg lekker. En salade lijkt me ook wel even belangrijk. Dus ik ga even proberen deze salade naar binnen te werken. En ik begin ook een beetje verkouden te worden. Ik hoop echt niet dat ik ziek word. Ik hoop dat ik me morgen weer helemaal fit voel. Maar goed, voor nu even lekker chillen op de bank. Even lekker programmaatje kijken. En ik heb hier lekker chocolademelk. Ik heb lekker kopje thee. Een beetje gekke combinatie, maar daar doen we het allemaal mee. Het is er niet echt veel beter op geworden. Dus het lijkt me gewoon verstandig als ik nu ga slapen. En dan zie ik jullie allemaal morgen bij een gloednieuwe vlog. Hopelijk hebben jullie in ieder geval genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.